Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is die? Ja, goed, hè. Is dat indrinken of is dat iets wat al geweest is? Het is al geweest, ja. Nou, drinken, ja. Maar wat had hier plaatsgevonden? Bronk. Het is 2 dagen te laat, ja. Ja. Het is 2 dagen te laat. Oh, wacht, ik ben de man van het café, of niet? Oh. Was dat grappig? Ja, wel grappig. Het was een café inderdaad. Ja. Nou ja, we hebben hier wel eens koffie gedronken en ik herken hem van de vorige keer. Goeie zanger. Ja, jo, goeie zanger. Ja, zingen daar zou ook, hè, jong? Ja, vandoog niet. Nee? Stem in het zoer gehad. Oké. Was het wel gezellig? Het was heel gezellig. Ja? Goed geluk allemaal. Maar je weet niet wat de bronk is? Jawel, ik weet wel wat een bronk is, maar ik ben een Noord-Limburger, dus ik ben niet opgegroeid met die traditie. Maar Jo zit net in de auto. Volgens mij is Mesh een van de laatste met de bronk. Ja, dat volgende week in Oost-Maland. Dat is de laatste. Dat is de laatste. Ja, altijd de eerste weekend van juli, ja? Zeg, ja, ja. Klopt. Ja. Ja. Oké. Okay. En nou ziet je af en breken. Ja. Op een trume. De borgen, hè? Ja, want er stond van alle handen spreuken op. Zoals? Zoals, dan moet je maar eens goed kijken. Ja, maar bijvoorbeeld... Maar eerder kent ze van boete, maar dat is niet te bieden. Welke is dat dan? Dit is Marco, die regelt dat normaal altijd. Oh, dat is de man van de bogen? Even zetten die samen allemaal op zaterdag. En zondag is dan de processie. Ja, door het gaans dorp, met pastoor en allemaal. En de jonkheid. En de man van de café is ook nog van de jonkheid dit jaar. Dus ik denk dat hij dat nog beter kan doen. Nee, ik denk het niet. Nee, maar vertel nog even, wat is de jonkheid? Het zijn veer, het zijn alle jonkmannen. Alle 16 woenen op in ouders. Of ouders 12, ouders 16, dat moesten we optrekken. Oké. Okay. Vier lezen, 4 functies. Luitenant, kapitein en de vaandrig. En die regelen het ganse feest eigenlijk. En de luitenant, is dat de hoogste? Nee, de kapitein. De kapitein. Ja, zo maar even geleden dat ik onder de wapenen hoor. Moet dit erdoor? Dit moet er doen, ja. Dit moet de bluk hebben. Die heel zo'n wit bluk. Goedendag. Hey, hey, alles goed? Ja, maar mij wel. Met oog ook. We kwamen ook net al tegen van Spiegel, zonder deuren. Ik dacht dat ze een jouw boerderij kunt. Ik had er zien wel eens geweest, hè? Ja, anders wil ze een keer terugvoeren. Oh. Als ze zelf gezaagd. Dat is al jaren geleden, maar dan ja, moeten we dat... Ja, 2 jaar zeker. Moeten we dat misschien maar even doen? Ja, maar dan zelf weer. Lot gewoon! Wat is de... De jonkmannen, hè, zei ze. Die moeten de bronk organiseren. Jazeker. En waarom moeten die jonge mannen dat doen? Waarom doen die al de mannen met ervaring dat doen? Ah, ja, dit is tradities. Het gaat honderden jaren terug, dus daar vallen we niet op. En wie werd ze in die geval luitenant? Pinkstermaandag. Ze komt op bijeen. En dan Nova op bijeen. In IJssel werd er geld voor geboren hier. Nova bij kind. Oh, is de spoeling wat dunner misschien? Ja, eerst gaat het minder druk niet. Meisjes gaat kleiner als ijs. Nee, Piepkip neemt zich dat plaats. En daarna gaan we de deuren langs voor een kleine vrijwillige bijdrage. Zo begint het, met de bugel. Met de bugel? Met de bugel. Nee, de bugel is 6 keer hoe het gaat erin geweest. Ah, oké. Okay. Gewoon met de bugel zegt van een altijd. En met dat geld en de luutjes, we hebben ook een lotto, ja. De tombola, met het bronk. En we hebben 3 stopplaats, easy voor gestopt, dus nu gaan ze afgebroken. Bij Jules Weert en bij Kralou in de hal. Wie is dat? De baan op de afdruk. Ah! In de hal. Daar hebben we van aan gedaan. Dat is, en wat gebeurt er dan op die stopplaatsen? Dat wordt fors gezoekt. De harmonie komt dan ook. Ja, die speelde de hele dag door. Met ons in het midden. Daar, veel meer kan je niet vertellen. En wie lang duurt dan in feite die processie? De processie die is dit jaar helaas verkort, omdat het heel slecht weer wordt. Ah. Even maar een kleine ronde gedoe, Michel, over de alle straten van de deur. Maar dit jaar wordt het helaas alleen dit twee.
voorzien en nodig wel met de harmonie gans rondgetrokken, maar er werd vers gezoepen, dus ik heb een hele zure kop. En overigens heel altijd getragen. En voorzien wie het klaar. Je zit je laat, anders had je nog schoen kunnen filmen. En waarom het Bronk, Bronk? Wieso het Bronkje? Dat kind Rudy denk ik beter vertellen. En wie is dat? Dat is te maken met de shirt Rudy Wolfsteen. Nee. Hij heeft de draak zijn eigen naam. Hé, waarom het Bronk eigenlijk Bronk? Waarom Bronk, Bronk? Het, ja, Bronk van Bronkje, zeggen ze. Dus iedereen wil zich op zijn beste... Ja, laten zien, alles wel opgeknapt rondom. Dus, en vanuit het katholiek gebeuren, je komt dan ja, ontlivieerd door de schroot en dan moet alles tiptop in orde zien, denk ik. Dus Bronk is eigenlijk pronken? Pronken, daar heb je wel mee te maken, inderdaad. Ja. Ja, dus je komt met de allerheiligste wie ze noemen. Daar zit dan de hostie in, de lupstoel met de schroot in. En dan, ja, iedereen wil alles wordt geknipt, alles wordt in orde gemaakt. Iedereen wil van ja, de hoegels wordt geschilderd en de vlaggen doet, hè. Het filmen gaat op, A, dat er veel vlaggen moeten hangen. Ja. En B, dat alles er zo netjes uitziet. Ja. De week van de vuur is iets eigenlijk, iedereen is er mee bezig inderdaad. Ja. Is één keer per jaar? Eén keer per jaar, ja. Dus nou en nu hebben we voor 2 jaar niet gehad met de corona. Al door hem dus, is er zoveel dus gezopen we natuurlijk. Toe, inderdaad, ja. We horen daar aan toe, hè. Ja, maar dan kijk ik me van voorstellen. Als ze 2 jaar niet hebben kunnen doen. En jij hebt allemaal mij gedaan. Ja. En wie oud ben ik als ik vroeger ben? 13. Oké, dus ik zit ook bij de jonkheid? Ja, niet bij de veer, maar wel bij de jonkheid. Zeg maar. Ja. En met hoeveel ziet je dan? Rond de 10, 15. En dat je dan door het jaar heer ook nog gaat? Maar soms ja, komen ze soms bijeen. Is wel leuk. Ja. Leeft echt in het dorp, hè? Ja, heel erg, ja. Vlaams dorp is toch ook, wie gisteren maandag in de werkdag voor iedereen nog vervuilen. Maar iedereen is hier. En ook wat vaccin uitgevlogen, die komt nog terug. Dus leef heel erg. Ja, dus ja. Dat is echt nog een dag waarop het ganse dorp echt... Is echt present. Plat leed ja. En... En hij ook nog half vervuild. Ja. Dus, ja. Hoeveel edities heb je tegen mij gemaakt? Ja, dat weet je hoe oud ik ben dan inderdaad. Dus 42. Ja. Wat is er veranderd door de jaren heer? Nee, de basis is hetzelfde gebleven. Ja? Ja, de basis is, bleef toch, ja, de saamhorigheid, dat bleef toch, dat zijn wat dingen verbeterd en aangepast, maar ja, dat is ook de tijden wel anders. Maar is het minder druk geworden? Nee. Het is altijd, constant of gaat meer zelfs nog. Het is ook weer afhankelijk, hè. Het meisje nog in de kermis? Augustus. Ja, in augustus, ja. Maar dat is wel... Dat kent ze niet meer, nee? Nee, weet ze. Nee. Dat is ook dorp, er is de kermis hoogtepunt van Joor. Ja. Maar dat kan bij de Bronk niet in de schaduw staan. Nee, maar weet je wat het is, hè? Het is als je een paar meulekes moet staan en die zien 20 kinderen of 30 kinderen en wie weet ze een exploitant, wie moet hij daarvan kunnen leven? Dus je ziet door de jaren heen dat dat steeds minder wordt, hè? Ja, maar dit, het Bronkfeest, dat is iets, ja, de verbinding onderin, de verbroedering. Denk ik, dat is het machtigst. Maar dat kan ze in de vreemde ook niet uitleggen. Ik denk dat ze het enige op een gegeven moment. Ja, daar is ze met opgegroeid en raakt ze met besmet, als het ware. En wat heeft het nog met geloof te maken? Ja, ik denk dat het wel, we zeggen ook, als het Bronk, als de processie niet uitgeeft, dan heb je geen echte Bronk. Als het echt verregent, dan geeft ze wel dat feest, maar dan vult dat anders. En dat zit van binnen, denk ik. Ja. Weet je het er nog wel eens naar de kerk? Even dus verplichte figuren zoals uitvaarten en zo en kerstmis uitgezonderd. Iedere zondag? 10 uur. En hoeveel... Ben ik niet hier, dan ben ik ergens anders. Oh. Iedere keer. Oh, je moet dat zeggen. Ja, ik dacht er wel over. Want ik denk dat de meesten dan ergens anders zien. Ja. Maar is dat verocht dan als actieve kerkganger? Nog veel meer een religieuze belevenis. Ja, ik meende het aan u die je hebt. Ik meende dat ik moet doen. Als ik niet naar de mis ben, dan heb ik geen zonde. Vroeger ging ze geloof ik wel eens 2 keer op een zondag, of niet? Ja, dat ben ik niet goed. Nee, maar er waren wel meer mensen. Er waren maar grote meer dan de mensen. De doeven. Voor de wat? De doeven. Doeven?
Ja, die moesten terugkomen. Dan waren de lui op 10 terug moeten keren. En toen zei nu gewoon aan 10 hoor, ik geef me de doeven terug. Ah, zo. Dus er wordt echt rekening mee gehouden. Ja, en nu ja, het keren, ja, naar de keren, dat is verminderd. En verleden uur verhaal, deed alleen hier. Ja. Maar we hebben de luitenant net verteld van ja, dat de jonkheid, de jonkmannen, hè, die organiseren dan een bronk. Wanneer wordt dat feest van 2023 weer langzamerhand aangezwengeld? Volgend jaar Pinksteren, man. Ik kom er weer bijeen. En dan wordt het jonkheid gekozen. Oké, dus voor Pinksteren gebeurt er eigenlijk nog helemaal niks? Een jonkheidstoernooi. Dat is alle jonkheden van de buurt. Die komen dan bijeen. Alle jonkmannen dan ook. Die gaan met voetballen. Maar dat is hetzelfde. Hebben jullie met bronk te maken? Dat is gewoon een veronderling. Maar iedereen weet eigenlijk wel wat er moet doen. Denk. Ja, dat langzamerhand, of nee? Dat is gewoon duidelijk.